december 2009 werd de 23-jarige Narges Azikzai op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Ze werd overgoten met benzine en in brand gestoken. Het was een van de meest opzienbarende moorden die we in de afgelopen 10 jaar hebben behandeld in Bureau Hengeveld. Narges woonde op de 12e verdieping van de Gero-flat aan de Laan van Vollenhoven in Zeist. Op die bewuste middag in december gaat de deurbel. Door de intercom vertelt iemand dat er een pakketje voor haar is. Narges stapt in de lift om naar beneden te gaan. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een vrouw de flat binnenglipt en met de lift omhoog gaat. Beneden aangekomen ontdekt Narges dat er geen pakketbezorger is. Als ze even later de lift weer omhoog neemt, gaat ze haar dood tegemoet. Ja, 7 december 2009 was dat. De zaak die we inmiddels kennen als de Zeister brandmoord. Ik weet nog goed dat we de melding kregen aan het eind van de middag dat er een brandje was uitgebroken in een flat in Zeist. We hebben toen een verslaggever, jonge verslaggever Bart van den Berg erop afgestuurd. Die kwam erachter dat er een vrouw in brand was gevlogen. Hoe dat precies was gegaan, dat wisten we nog niet. En kort daarna is ze toen aan haar verwondingen overleden. En later bleek het een aanslag te zijn. En voor het wist hadden we de zaak een dikke maand later in Bureau Hengeveld. De politie zet een groot rechercheteam op de zaak. Officier van Justitie Rob van Noord leidt het onderzoek. Toen zijn we ook de flat ingegaan natuurlijk, naar de plaats delict boven. En bekeken hoe het daaruit zag en de gang daarboven. Plus de lifthal, waar de restanten nog waren van de brand eigenlijk. En ook van de eerste hulp die daar geweest was. Dus het was nog vrij intact toen ik hier was, de plaats delict. Een paar weken later meldt zich een vrouw bij de politie die zegt dat ze de dader is. Haar verhaal is onsamenhangend en de politie besluit bewakingsbeelden van de verdachte vrouw te laten zien. In de hoop dat tips van kijkers meer helderheid scheppen. Op die bewakingsbeelden is precies te zien hoe Narges in brand wordt gestoken. Die beelden krijgt het grote publiek niet te zien. Maar Bureau Hengeveld-presentator Rix Ozinga zag ze wel. Ja, en op een gegeven moment zie je dan ook door de dichtslaande liftdeuren heen dat zij wordt besproeid en dan kennelijk in brand gestoken. Je ziet nog even de rook de lift binnenkomen. En als je dan later zelf, nadat je die hele gang erna hebt gegaan, op de plek staat waar Narges zelf ooit nog blij is gefotografeerd, op haar galerij met op de achtergrond de bossen langs de snelweg bij Zeist. En je ziet dan een geblakerde plek in de muur. Ja, dat grijpt je dan toch wel even aan het hart. In september 2010 staat de vrouw van de bewakingsbeelden de rechter. Het wordt een heel aangrijpende rechtszaak. De verloofde van het slachtoffer van Narges, die had haar aan de telefoon op het moment dat zij werd aangevallen. En hij heeft ook gehoord hoe zij gilde. En die man heeft op enig moment in de zittingszaal gebruik gemaakt van het spreekrecht. En dat deed hij op heel indrukwekkende wijze. De rechtbank in Utrecht veroordeelt tot een celstraf van 18 jaar. Het OM en haar advocaat Willem-Jan Ausma gaan in hoger beroep. En in juli dit jaar veroordeelt het Hof in Arnhem haar tot 12 jaar cel en TBS.